Ik denk wel dat dat genoegdoening voor hem is geweest. Door toch aan de kaak te stellen hoeveel mensen gecollaboreerd hebben met de Duitsers. De Levantkade was een begrip bij het verzet in Amsterdam en omstreken. En daar kwamen na de oorlog een heleboel mensen die opgepakt werden als NSB'ers. En dat werd ook beheerd door de Binnenlandse Strijdkrachten, de NBS. En daar was mijn oom een onderdeel van. Hij was een kapitein daar, Hoge Piet. Ik kan zijn ziel niet meer zien, maar ik vond het heel fijn dat hij die miscriminelen, dat hij daar de baas over was, denk ik. Leeuwenhorn, na de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemd scheidsrechter. Minder bekend is zijn rol tijdens de oorlog. Als zoon van Joodse ouders is hij actief in het verzet. Met gevaar voor eigen leven probeert hij Joden uit handen van de Duitsers te houden. 22 van de beste voetballers van Europa, 11 Hongaren in donkere en 11 Engelsen in witte shirts, betraden het Wembley Stadion in Londen voor wat men heeft genoemd de wedstrijd van de eeuw. Aan onze landgenoot Leeuwenhorn viel de grote eer te beurt deze wedstrijd te mogen leiden. Het was zelfs bij de elftal altijd zo dat ze zeiden: wie fluit ons vandaag? Leeuwenhorn? Oh, dat is bijzonder. Het was een man, als je hem zag, dan zeg je: hé, daar staat iemand. Het was niet iemand die zomaar een van de velen was. Nee, daar stond Leeuwenhorn. Het was een bravoerman. Hij was brutaal. Hij had een levenslijn van: jullie kunnen maar wat. En was keihard, maar ook voor zichzelf. Hij heeft altijd charisma gehad. En dat heeft zijn zus ook tegen mij verteld. We waren met 4 kinderen. En ze zei: Leo, die had het. En die heeft het dus altijd gehad. Hij was een vredelievend man. Hij zocht voor rechtvaardigheid, vandaar dat hij in het verzet zat. Dat was eigenlijk zijn hele doelstelling in de oorlog. Mensen redden, mensen beschermen. En in het verzet de Duitsers even te pakken nemen. Dat was zijn karakter. En ik heb door hem nooit honger gehad. De hongerwinter zijn we doorgekomen. Ging hij toch met fietsen zonder banden eten halen enzovoort. Leo heeft voor mij alles betekend. Toen mijn vader was opgepakt in 1942 en mijn moeder in 1943 was weggestuurd naar Westerbork, Auschwitz, wist ik dat Leo de man was die ons in de oorlog begeleidde. Ja, Leo heeft ervoor gezorgd dat wij op een boerderij in Spanbroek terechtkwamen. En daar zijn we dus 18 maanden verbleven bij een familie. En die hebben ons fantastisch verzorgd. We werden als kinderen ontvangen. Het is gebleken dat Leo zijn leven in de waagschaal heeft gezet om ons, mijn broer en mij, maar ook zijn ouders en de mensen om hem heen niet alleen te steunen, maar dat zat gewoon in hem. Hij deed dat gewoon. In 1944 sluit Leeuwenhorn zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de bevrijding van Nederland wordt hij een van de commandanten van het interneringskamp op de Levantkade in Amsterdam. Hij vond dat zijn plicht waarschijnlijk. En dat was een zootje geteisterd met Joodse woord voor moordenaars en oplichters en verraders. Om het maar kinderlijk te zeggen, hij wilde die mensen wel eens een lesje leren. Hij wilde deze mensen wel eens even op de plaats zetten en vertellen wat ze allemaal gedaan hadden en niet hadden mogen doen. En daar ging hij eens keihard achteraan, wetende wie dat waren. En daarvoor zorgde dat die mensen hun straf kregen. De Joodse verzetsman en latere scheidsrechter komt op de Levantkade de verrader van zijn zusje tegen, Chris Bout. Het onrecht komt nu wel heel dichtbij. Er was er ook iemand bij waarvan hij wist dat hij mijn moeder verraden had. En dat vroeg hij ook aan die man. Ken jij Vitie Horn? En dat kon hij zich wel herinneren. En uit de oorlog, weet je wat er toen gebeurd is? Nou, dat deed hij half omslachtig over, maar bleek dat toch hij wel wist waar mijn oom het over had. Toen is hij boos geworden en heeft hem een enorme klap verkocht. Leo deed dingen uit zijn hart. Hij had hem misschien wel willen
kiel halen en weet ik veel, doodmaken. Maar dat is niet gebeurd. Dat was weer het karakter van Leo.